We gaan afsluiten met mevrouw Cassandy Cromo, want haar organisatie houdt een event voor jongeren met betrekking tot lezen. Want als lezen wordt gestimuleerd, dan wil dat zeggen dat je je kennis verbreedt en ook jouw taalontwikkeling. Mevrouw Cassandy Cromo, welkom bij ons vanmorgen. Heb Dank ik het goed wel. Gezegd in mijn intro? Jawel. Ja. Oké, hoe lang zijn jullie al bezig met dergelijke activiteiten? Nou, officieel bestaat de stichting Onani Suriname nu 3 jaar. En een van onze voornaamste taken is te werken of bij te dragen aan de ontwikkeling van het Surinaams kind. Ja. En wij merken dat er de afgelopen jaren voornamelijk heel veel kinderen zijn met leesproblemen. Ja. Ja, toch? Onder welke leeftijden? Voornamelijk kinderen van de basisschool. Mm-hmm. Maar sinds kort hebben we bijvoorbeeld ook leerlingen van leerjaar 11. Mm-hmm. Die ook nog steeds te kampen hebben met leesproblemen. En als we horen over leesproblemen, wat kunnen we ons daarbij verstaan? Articulatie, gewoon goed spreken? Het zijn heel simpele dingen die kinderen eigenlijk al vanaf de kleuterklas leren. Ja. Ja, toch? Klank herkennen, spellen, dat zijn al de basisdingen waarmee kinderen te kampen hebben. En als de basis niet goed zit, dan snapt u dat het moeilijk gaat. Ja. Want om te kunnen leren, om te kunnen studeren, moet je kunnen lezen. Ja. En als het al moeilijk gaat om klanken te kunnen herkennen, ja, dan snapt u dat we al geen hele woorden kunnen gaan lezen en zinnen. En dit is een probleem die zich is gaan vergroten, ook sinds COVID. Okay. En dit probleem moet dus heel goed worden aangepakt. Ouders, leerkrachten, de overheid, iedereen moet hierbij betrokken worden om dit probleem op te lossen. En wat ziet u als oplossing? Ten eerste moeten we van huis uit beginnen veel meer taal te bieden aan onze kinderen, yeah, in lezende vorm. Yeah. Ja, toch? Want op school leren de kinderen lezen. Gedurende de COVID-periode waren er kleinere klassenvormingen, maar dit schooljaar hebben we gemerkt dat er heel wat grote klassen weer zijn met 39 kinderen. Dus u snapt, een leerkracht op school heeft een bepaald curriculum waaraan ze zich moeten houden per kwartaal, per maand, per schooljaar. Ja. En in die grote groep gaat het dus moeilijk om te gaan focussen op kinderen die moeite hebben met een bepaald probleem, met een bepaalde onderdeel, om het zo te zeggen. Ja. Dus daar al moet het beginnen. Hoe gaan we vanuit onderwijs dit aanpakken? Dat kinderen toch die specifieke begeleiding nodig hebben. En geloof me, het zal heel uitdagend zijn om in een klas van 39, ook heel veelal hebben ze dan ook wel 2-aan-2 leerkrachten nu. Maar dat is dus waar de school in komt. Maar de ouders kunnen daar ook hun bijdrage aan leveren door ervoor te zorgen dat ze taal bieden aan kinderen. Jammer. In de vorm van boeken lezen met kinderen. En ik snap, ouders hebben het druk. Ja. Probeer een beetje die tv en schermtijd in te korten met een boekje. Laten we samen een paar klanken gaan lezen. Oké. En in dat kader dan houdt de stichting een leesevenement. Ja, wij hebben de stichting Onani Suriname heeft een leesschool. Ja. Waarbij er dus buiten schooltijden gefocust wordt op leesvaardigheid bij kinderen. Ja. Kinderen kunnen dus onze leesschool joinen. Waarbij ze dus van onze bekwame leerkrachten, want daar werken wij mee. We zijn bezig met ontwikkeling van kinderen. Het is dus geen, het zijn allemaal gekwalificeerde leerkrachten die de begeleiding doen op onze leesschool. Is hier pikie play? Nee, precies dat wilde ik gebruiken. Ik dacht, ik kom een beetje netjes. Ja. Juist, waarbij dus de kinderen begeleid wordt. En ten eerste wordt het niveau bepaald.
Als de kinderen starten met de les, de leerkracht gaat zo'n beetje het niveau proberen te bepalen per kind, zodat specifiek aan de slag kan gaan met en, de kinderen. En wanneer is het evenement? Onze leesschool is al gaande. Ja, okay. Onze leesschool is al gaande. Kinderen mogen dus blijven inschrijven. Ja. We zijn ook aan het uitbreiden naar meerdere gebieden. In principe die waren er al. Maar alleen was de leesschool specifiek nog niet daar. Maar we hebben dus nu ook aan de Dr. Sofie Redmondstraat, behalve ons hoofdcentrum aan de Koppenamenstraat, oftewel de meester Jagernath Lajmanstraat, hebben we ook nu een centrum aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Er is een centrum in Kommerwijnen, de Richelieu, en er is een centrum in Wanica, de Tutlufo, waar kinderen dus terecht kunnen voor onze leesschool. Ja, en de animo is wel groot. Ja, de animo is groot. We proberen steeds de balans te houden tussen het betaalbaar houden voor de kinderen en ook de vergoeding voor de leerkrachten die de begeleiding doen. Daarom zijn we ook steeds op zoek naar donateurs die dit programma willen sponsoren, zodat we onze kinderen kunnen helpen. Het is een enorme ramp. Weet u, we zijn er dagelijks mee bezig. En als u leerkrachten spreekt, zult u ook van ze horen hoe enorm het probleem is. Als kinderen niet eens een klank kunnen herkennen, hoe gaan we verder? Ja. Al kunnen ze rekenen, als ze sommen krijgen bij de repetitie, moeten ze de opdracht kunnen lezen. Ja, en ook begrijpen. Begrijpend lezen is ook heel belangrijk. Ja. Ja. Ik las ook, ik zag ook op NOS dat ook in Nederland dergelijk probleem aanwezig is. Ja. Dus het is eigenlijk iets van deze generatie. Inderdaad. Maar we moeten de boeg omgooien. Ja. Bedankt mevrouw Kassan Di Kromo. Heeft u alles gezegd? Nee, Stichting Onenny is niet alleen bezig met educatie van kinderen, maar wij zijn ook heel actief bezig met zinvolle vrije tijdsbesteding voor kinderen. Dat wil zeggen, creatief bezig zijn met kinderen, recreatief bezig zijn met kinderen. Zo hebben we dus ook voor de derde keer dit jaar onze Christmas Gala voor Kids. Ja. Het is een geweldig groot evenement. Het is een heel chique evenement, om het zo uit te drukken. Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Okay. Dat is donderdag 14 december. Ja. Het wordt gehouden in het Surinaams Rumhuis aan de Cornelis Jongbouwstraat. Het is een geweldig evenement. Als ouder moet u gewoon uw kind inschrijven. De fee is 500 SRD per kind. Het is een rode loper event waar de kinderen een drie gangen menu krijgen door Marriott Paramaribo, kortjaar Marriott Paramaribo. Er zijn fotoshoots. Het is een geweldig diner waarbij ze met servies en al gaan dineren, wat we normaal niet gewend zijn bij kinderen, omdat we denken dat ze dat niet kunnen of niet verdienen, maar kinderen verdienen het beste. En we gaan het jaar heel mooi, heel geweldig afsluiten met ze tijdens onze Charisma Schala voor Kids.